Fenne Lammens, ik ben 21 jaar. Ik ben Belg. Mijn positie op het veld is doelman. My name is Jacob Ondrejka. I'm 20 years old. I'm getting 21 in September. I'm from Sweden and I'm a winger. Je suis Georges Nikena, j'ai 16 ans. Je joue au poste d'attaquant et je suis Nigérien français. Moi, je suis plus gaucher, je suis gaucher. I'm right-footed, but I'm quite good with both my feet, so... Ik ben rechtsvoetig, maar al zei ik zelf dat ik redelijk tweevoetig ben. Vooral mijn voetballend vermogen, ook de verdediging helpen, coaching. Probeer toch een leider te zijn op het veld. Ma finition, ma vitesse, mon jeu de but. I'm pretty fast, good technique, and I have a good shot. Maybe to score more. Vooral op dit moment positioneel soms. Maar ik denk dat ik daar wel goed mee aan het werken ben met Brian en de keepers. Bah, les replis défensifs. Plus utiliser mon mauvais pied quand j'ai l'occasion. Et voilà. Bah, il y a un bon groupe, une très bonne équipe et je suis très content d'être ici. Heel goed, heel goede indruk. De groep direct die me omarmt en bij me neemt. Trainingen zijn wel pittig, de voorbereiding is altijd wel pittig. Maar ik hou wel van de manier van werken dat we hebben bij de groep. Zowel bij de groep als bij de keepers dan. Dus ja, een hele goede indruk en ik kan niet wachten op het seizoen dat begint. They're good. It feels like I'm coming into the team fast now. I've been here for 3 weeks and now it feels like I'm already into the group, so it feels good. I know Alhassan Yusuf from a little bit from before, from Sweden. And then Sammy as well, I got to know. But I like the whole group. They are fantastic. Ja, toch wel. Vooral de keepers dan, in het algemeen. Omdat als keepers ben je altijd een beetje samen. Vooral Davino Verhulst, die me een beetje bij zich neemt. En in het algemeen ook bij de groep. Ik ken Arthur Vermeer, een klein beetje van de nationale ploeg. Ik heb niet lang bij me gezeten, maar daar kan ik ook wel goed klikken. Ik me sens bien avec eux. Victor, Scotty, Jacob, après d'autres aussi, mais voilà, vraiment. Puis en même temps, bah, je me repose, après les entraînements, je me repose, j'écoute de la musique ou je suis sur mon téléphone. Je regarde un peu la télé aussi. When I'm not playing football, I'm mostly playing PlayStation, or I'm going out to play a little bit of golf. So that's what I'm doing in my spare time. No, I'm not good. I'm not good, I just started to play golf, so... But that's a point of improvement. That's a point of improvement. Ik hou van sporten. Zowel voetbal, maar ook vooral andere sporten. Een beetje van alles. Tennis, basketbal, American football. Dus ik hou er wel van. Ik hou ook heel hard van de natuur. En natuurwandelingen of ja, een beetje bewegen vooral. Ik ben een hele grote fan van eten. Alle soorten keuken een beetje. Ik hou ervan om te experimenteren in de keuken. In Antwerpen ook zeker. Het is een stad waar je heel veel dingen kunt proberen. Dus dat is zeker iets wat ik heel graag doe. Dus je staat zelf aan het kookfornuis? Af en toe. Het zou eigenlijk een beetje meer moeten. Ik heb mezelf een beetje opgelegd dit jaar om voor mezelf een beetje meer te koken. Dat dat ook een hele leuke hobby is en een bezigheid. Ik ben een persoon, die aime bien marquer des buts. Qui est plutôt souriant, qui aime bien rigoler, profiter avec les autres. Just if you want to say my name correctly, it's Jakob in Swedish. So that's maybe the only thing I can say. Then they have to practice good to pronounce it in the right way. Yeah, it really doesn't matter, but if they really want to know how to pronounce it, so that's Jakob.